We staan hier bij de Zon in Bodegraven. Kan je vertellen wat jij hiervoor doet? Ik ben jongeren- en evenementenmedewerker bij de Zon. Dat betekent dat ik in principe zorg dat er groepen jongeren komen die hier evenementen gaan doen. Maar dat betekent ook dat we samenwerkingsverbanden opstarten met andere organisaties binnen Bodegraven. En dat we ervoor zorgen dat de Zon een sociale plek is waar alle Bodegravers gebruik van kunnen maken. Jullie hebben de laatste tijd alles verbouwd. Wat hebben jullie zoal gedaan hier zo? Nou, we hebben een verbouwing gedaan die vooral gericht is op de techniek. Dus we hebben het licht aangepakt, het geluid aangepakt, het truswerk aangepakt. En daarnaast hebben we ook nog een deel van het pand meegenomen. En wij geloven erin dat dat ervoor gaat zorgen dat, dat het ook voor jongeren weer veel leuker wordt om hier evenementen te organiseren. Maar ook dat we een veel betere partner kunnen zijn, ook voor andere bedrijven en organisaties en particulieren in Bodegraven. Tijdens de verbouwing hebben inderdaad hier minder evenementen plaatsgevonden. Gaan jullie die weer inhalen? Ja, dat is zeker de bedoeling. We hebben een goed plan geschreven om ervoor te zorgen dat we, dat we de Zon beter kunnen gaan exploiteren. Dat wil zeggen dat we inderdaad die samenwerkingsverbanden willen aangaan. Maar ook zeker dat we goed op zoek moeten naar jongeren. Wij doen ook het jongerenwerk. Dat is ook een onderdeel van ons takenpakket. En daarvoor moeten we de jongeren wel weten te vinden. En met het pand hebben we eigenlijk een hartstikke goed middel om ervoor te zorgen dat zij hun dingetjes kunnen organiseren. Maar ook gewoon langs kunnen komen waar het leuk is. En daar gaan we hard mee aan de slag om dat goed bekend te maken bij iedereen. Zodat we weer een goede toekomst tegemoet gaan met hopelijk veel evenementen. En veel activiteit en reuring zeg maar, rondom de Zon. Wat is het eerst aankomende evenement voor jullie? Nou, het eerste aankomende grote evenement is 14 april. Dan gaan we de grote zaal opengooien. Er zijn een aantal bekende Bodegraafse DJ's komen die avond draaien. Dat is voor ons ook meteen om te laten zien wat we kunnen, waar we toe in staat zijn. Mooi licht, mooi geluid. Zes goede DJ/DJ-groepen. Dus ik denk dat het een hele leuke avond gaat worden. En daarna moeten we gewoon hard aan de slag om weer zoveel mogelijk activiteiten te doen. Daarnaast is bijvoorbeeld nu ook het kinderwerk bezig. Doen we eigenlijk allerlei soorten activiteiten en dingen voor andere dingen. Dus bijvoorbeeld voorlichtingen. Mensen kunnen het ook gebruiken voor de verhuur. Dat is ook anders dan eerst. Ook particulier. Maar de nadruk ligt echt op het jongerenwerk en de evenementen die hier georganiseerd worden.